Allah subhanahu wa ta'ala zegt in hoofdstuk 39, vers 32 van de edele Koran het volgende. Wie is onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah verzint? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, er zijn vijf verplichtingen, verplicht over iedere gelovige, over de schepping. Zij hebben er dus de schepping, hebben er vier behouden en hebben er één verlaten. Dit is een opmerkelijk element. Vijf verplichtingen, vier verplichtingen. Behoudt men, één verplichting, laat men met rust. Welke verplichting is dat? Er werd aan de profeet gevraagd, ja Rasulallah, welke verplichting is dat? De profeet antwoordt, het gebed, de aalmoes, de bedevaart en het vasten, deze verplichtingen zijn behouden. Welk element is verlaten? De profeet zei, het leiderschap van Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Subhanallah. Het leiderschap van imam Ali alayhi salam is verlaten. Vandaag de dag zien we dat ook. Hoeveel moslims vandaag de dag volgen imam Ali alayhi salam? Hoeveel mensen volgen imam Ali alayhi salam? Minderheid volgt imam Ali alayhi salam. Want de minderheid volgt en is standvastig aan de profeet. De meerderheid volgt bepaalde metgezellen die nooit door de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam als opvolger zijn aangewezen of als rechtvaardige geliefde, als rechtvaardige leider. Er werd aan de profeet gevraagd, wat hebben de mensen verlaten? Dus de profeet zei het leiderschap van Ali ibn Abi Talib. De mensen vroegen, is dat een plicht? Kijk, subhanallah. De mensen vragen, is dat een plicht? Hoe vaak heeft de profeet dat wel niet benadrukt? Moet je nagaan, als de mensen in die tijd al vragen aan de profeet, is dat een plicht? Daar staan de mensen van vandaag de dag. Dus de profeet zei ja, dat, en las de volgende vers voor. Wie is onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah verzint? Mogen Allah subhanahu wa ta'ala de mensheid leiden tot het pad van Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam.